Voorzitter, tijdens de Europese top morgen en overmorgen worden er twee onderwerpen besproken waar Forum voor Democratie erg bezorgd over is. Het eerste onderwerp betreft de onderhandeling over een internationaal pandemieverdrag. We hebben hierover veel e-mails ontvangen van burgers. Terecht maken Nederlanders zich er grote zorgen over. Waarom? Omdat een dergelijk juridisch bindend internationaal verdrag de Wereldgezondheidsorganisatie in staat stelt bij een pandemie het gezondheidsbeleid in ons land aan te sturen. Als de Europese Unie namens de lidstaten een dergelijk verdrag ondertekent, kan, zodra er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sprake is van een pandemie, dezelfde Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding ervan gezondheidsmaatregelen juridisch bindend opleggen aan de Europese Unie, die de Europese Unie vervolgens via Europese verordeningen, die Nederland moet omzetten in het eigen wetgeving, oplegt aan ons land. Vanzelfsprekend verliezen we daarmee tijdens een pandemie alle controle over ons gezondheidsbeleid. We stellen zo globalisten in staat bij een pandemie te dicteren wat we moeten doen via de Wereldgezondheidsorganisatie. Dezelfde Wereldgezondheidsorganisatie die 14 januari 2020 nog liet weten dat er geen bewijs was voor infectie van mens op mens bij corona. Dezelfde Wereldgezondheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het grote coronabedrog door een virus met de mortaliteit van de griep te klassificeren als een pandemie. En nu gaan we onderhandelingen starten die deze Wereldgezondheidsorganisatie de macht geeft bij een pandemie te dicteren wat wij moeten doen? Absurd. Graag horen we van de premier welke rode lijn hij in het zand gaat trekken om te voorkomen dat Nederland bij een pandemie weerloos wordt overgeleverd aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Zijn we dan überhaupt nog wel soeverein? Kan de Nederlandse regering straks bij een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld gedwongen worden een lockdown op te leggen? En hoe gaat de premier bijvoorbeeld voorkomen dat Nederland bij een pandemie onder het mom van inclusiviteit in de toekomst op bevel van de Wereldgezondheidsorganisatie medicijnen en beschermingsmiddelen moet afstaan aan andere landen? En, zo belangrijk, hoe gaat hij verzekeren en garanderen dat de Wereldgezondheidsorganisatie bij een pandemie nooit en te nimmer een vaccinatieverplichting kan opleggen aan ons land? Veel Nederlanders, ik zei het al, maken zich hier volkomen terecht enorm druk over. Het tweede gespreksonderwerp, voorzitter, tijdens deze top waar we ons veel zorgen over maken, betreft de verdere uitbouw van een Europees leger. Het is al een paar keer genoemd. Er zijn op dit moment al 18 zogenaamde EU-bataljons. In totaal meer, maar liefst 60.000 man groot. Waarin legers van verschillende Europese landen samenwerken. Deze bataljons zijn echter in principe niet permanent en staan onder leiding van en worden betaald door de betreffende EU-landen. Tijdens de Europese top zal daartegen worden gesproken over de oprichting van een permanente Europese interventiemacht van 5.000 man. En deze interventiemacht wordt betaald en aangestuurd vanuit Brussel. Als dit geen Europees leger is, wat dan wel? Wat dan wel? Vraag aan de premier. En deze Kamer heeft zich een week geleden nog, ook al een paar keer genoemd, in meerderheid tegen de oprichting van zo'n Europees leger uitgesproken. Vraag aan de minister. Waarom is hij desalniettemin toch akkoord gegaan met de oprichting van deze Europese interventiemacht? Sterker nog, als we de minister van Defensie mogen geloven, loopt Nederland hierin zelfs voorop. En is de minister met ons eens dat, zeker met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, en een straks voor 1.000 miljard euro herbewapend Duitsland, een dergelijk Europees leger onvermijdelijk een Europees leger onder Duitse leiding wordt op termijn? Ziet de premier dit risico? Kortom en concluderend. Het zal duidelijk zijn. Forum voor Democratie wil absoluut geen juridisch binnen het pandemieverdrag waarmee we ons uitleveren aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En we zijn moordicus tegen de vorming van een Europees leger. Onze democratie, onze vrijheid, onze zelfbeschikking, onze soevereiniteit, kortom onze toekomst en dat van onze kinderen, staat op het spel. En daar moeten we zo snel mogelijk globalistische instellingen, zoals de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie, die dit alles fundamenteel bedreigen, verlaten. Dank u, voorzitter. Dank u. Dan heeft u nog een interruptie van de heer Omtzigt. Voorzitter, een heldere inbreng. Het pandemieverdrag staat morgen op de agenda bij de Gezondheidsraad. Daar heeft mijn eenmansfractie zelfs een inbreng voor geleverd, dus dat had daar ook gekund. Er staat nog iets op de agenda voor morgen. En dat is de oorlog tussen Rusland, de Russische invasie in Oekraïne. En hoe kijkt Forum voor Democratie nu aan tegen een oplossing daarvan? En ziet ze überhaupt dat er een Russische invasie aan de gang is? Want ik merk het niet helemaal uit de inbreng.
Nou, de heer Van Houwelingen. Ja, dank voor deze vraag. In het Europese signalement stond ook het pandemieverdrag opgesomd. Dus dat is het onderdeel, denk ik, van deze beraadslaging, vandaar dat we het noemen. Wat u vraagt, natuurlijk, er is sprake van een invasie. En we hebben al herhaaldelijk gezegd, we vinden het enorm vreselijk wat daar gebeurd is. Het is natuurlijk een gigantische tragedie. En ja, hoe los je dat op? We hebben 6-7 jaar geleden hebben we al gezegd, rond het associatieverdrag, ik heb dat ook herhaaldelijk hier in deze Kamer gezegd, dat je met dat associatieverdrag, wat een integratieverdrag is, zoals u ongetwijfeld weet, want Oekraïne moest alle wetgeving van de Europese Unie overnemen, dat je daarmee aanstuurt op een conflict met Rusland. En de bevolking, de Nederlandse bevolking, heeft daar tegengestemd. Die heeft daar toen tegengestemd. En alsnog is het doorgedrukt door deze premier, die zelfs het referendum heeft afgeschaft. Daar zijn we echt heel kwaad over, nog steeds. En ja, dat is voor ons ook een belangrijke aanleiding voor dit conflict. En ja, hoe los je dat op? Dat is uw vraag. En nu zitten we in enorme penarie in de ellende. En wij denken, je moet alles doen om te deescaleren, zoals andere partijen ook wel zeggen, zoals andere belang van Nederland. Dus, en dat doe je niet door wapens te sturen bijvoorbeeld. Of door sancties op te leggen. Dus wij zitten helemaal in de neutrale deescalatiemotor. Maar dat had natuurlijk nooit zover moeten komen. De heer Omtzigt. Voorzitter, is de invasie van Rusland in Oekraïne legaal of illegaal volgens internationaal recht, volgens de FVD? Ja, kijk, daar heeft u ook al een heel groot debat over gevoerd, onder andere met onze partijleider. Het probleem is, u wil een veroordeling, dat is eigenlijk uw vraag. Veroordeel de invasie in Rusland, maar dat zouden we kunnen doen. Laat ik het zo even zeggen. Dat zouden we kunnen doen als inderdaad, zoals waarschijnlijk een groot deel van de Kamer, misschien zelfs ook door u, wordt verondersteld dat het grote boze Rusland uit het blauwe hierna ineens Oekraïne is binnengevallen. Maar er zit natuurlijk een gigantische voorgeschiedenis aan vast. Zoals ik net probeer duidelijk te maken, onder andere met het associatieverdrag. Wij hebben hier ook als Nederland wel tonnen boter op ons hoofd. Dus dat het veroordelen, dat is eigenlijk grotesk in die context. Dus stel dat het bijvoorbeeld zou zijn geweest, inderdaad, dat zomaar Rusland was binnengevallen in een soeverein land. Natuurlijk veroordelen dat. We zijn de eerste om dat te veroordelen. Maar wij hebben bijvoorbeeld, onder andere, zoals ik al vaak gezegd heb, we hebben die coup gesteund daar op het Maidanplein. Kijk, Poetin is daar februari dat land binnengevallen, ook deels symbolisch waarschijnlijk, omdat precies 7 jaar geleden die gewelddadige coup is gepleegd, gesteund door de Europese Unie. Van Baal en Verhofstadt, zoals u weet, stonden op dat plein te schreeuwen, kom en verzet, verwerp je regering. Ik moet je voorstellen dat Poetin dat had gedaan, weet ik veel, in Parijs bij de gele hesjes. Dus wij hebben geen morele, het is vaak gezegd ook door de heer Bisschop, wij hebben geen morele positie meer om wie dan ook daarover te veroordelen. We hebben het nog niet eens gehad over al die interventies van de NAVO. We bombarderen continu landen onder de vorm van regime change. Nou ja, nou doet Rusland heel erg nogmaals, doet het nu ook onder dezelfde voorwendsel in Oekraïne. Dus ja, dat is mijn antwoord. We hebben geen moreel gezag meer wat dit betreft. Dat is heel erg. Maar ja, dat is dus de schuld eigenlijk van globalisten. Die vinden dat heerlijk. Regime change. Ja. En misschien nog even ter herinnering, even via de voorzitter elke keer spreken. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Forum voor Democratie heeft nooit moeite mee om hier iemand te veroordelen. Werkelijk waar nooit. Is het een minister? Is het een land? Is het de invasie in Irak van de VS? Allemaal. En het enige waar ze niks van durven te zeggen, je kunt allemaal vinden dat er ergens fouten gemaakt zijn. Maar ik heb nog geen enkele redenering gezien. Ik wacht al 4 weken. Of dit is de reden dat Poetin het land mag binnenvallen. Want als Poetin Oekraïne mag binnenvallen, dan mag hij volgens Forum morgen ook de Baltische landen binnenvallen. Dan mag hij daarna ook Polen binnenvallen. Dan hoeft hij zich aan geen enkele grens te houden. Sterker nog, dan heeft hij legitimatie om Nederland aan te vallen, want Nederland heeft dat associatieverdrag niet goed gedaan. Als u deze redenering, voorzitter, zou accepteren, dan mag Poetin doen en laten wat hij wil. Je hoeft niet te zeggen dat Nederland alles goed gedaan heeft, maar Forum doet hier iets heel gevaarlijks. Het doet alsof er geen internationaal recht bestaat. Het doet alsof een land het recht heeft om een ander land zomaar binnen te vallen. En dat van een partij die tribunalen wil opzetten. Ik wil nu een keer horen van Forum. Wat is de reden dat Poetin volgens Forum het recht had om Oekraïne, een soeverein land en geenszins een perfect land, maar dat is geen enkel land, binnen te vallen, daar op dit moment duizenden mensen dood te maken, kijk wat er in Mariupol gebeurt, en daarmee door te gaan. Wat is daarvan de reden? Ja, de heer Van Houwelingen. Ik kan het niet anders dan herhalen. U doet net alsof er geen voorgeschiedenis is. De
nog even een keer via de voorzitter. Ja, Omtzigt, die doet net alsof er geen voorgeschiedenis is. Dan zou mijn wedervraag aan u zijn, wat vindt u dan bijvoorbeeld van die gewelddadige Maidan-coup in 2014? Kijk, nogmaals, invasie is vreselijk. Wat had er wel nooit gebeurd? En allemaal erg, allemaal afgrijzelijk. Maar het is actie-reactie. Zo gebeurt dat in het internationale speelveld. We hadden het kunnen veroordelen. We hadden het hier ook echt wel veroordeeld. Als er geen voorgeschiedenis was geweest. Als het zo was geweest, zoals ik net zei, dat het blauwe inein. Natuurlijk, wij zijn ontzettend voor soevereiniteit. Als de één partij is voor soevereiniteit, zijn wij het wel. Maar we hebben ons morele gezag verloren. En dat kunt u veel mensen aanrekenen, maar niet ons. Goed, we gaan in cirkeltjes draaien. De heer Omtzigt. Ja, tot slot, voorzitter. Forum voor Democratie is dus alleen voor de eigen soevereiniteit. Niet voor de soevereiniteit van Oekraïne, dat duidelijk niet binnengevallen wilde worden. Niet voor de gekozen Zelensky, die niet beschuldigd wordt van een coup, zelfs niet door Forum voor Democratie. Forum voor Democratie heb ik nu 6-7 keer gevraagd, in dit debat en het vorige debat, geef mij één reden die voldoende reden is om binnen te vallen. Tot nu toe is er geen enkele reden. Er is een hoop aanleiding en het Westen heeft het allemaal niet goed gedaan. Maar Forum kan niet één reden noemen waarom Rusland met duizenden tanks, honderdduizenden troepen een slagpartij mag aanrichten in Oekraïne. En het zou Forum sieren als ze in ieder geval zouden zeggen dat dat niet zou kunnen. En het feit dat ze dat niet durft te doen is zeer bedenkelijk. Ja, ik zal heel kort, heel kort op reageren. Oekraïne is de facto sinds 2014, sinds die gewelddadige coup die door de Europese Unie is gesteund, eigenlijk geen soeverein land meer. Net zoals allerlei andere landen dat door onze interventies, Afghanistan, Libië, Irak, ook eigenlijk niet meer zijn. Dat is vreselijk en daar zult u het mee moeten doen.